Ik vond het echt fantastisch om weer in een museum te zijn, door jullie ingericht in de aula. En voor de rest heb ik natuurlijk ook nagedacht wat ik van tevoren zou gaan zeggen. En ja, dat was eigenlijk op het thema kunst, ja, vanzelfsprekend. Want er wordt wel eens gezegd dat het is geen kunst. En dan wordt er altijd bedoeld, ja, dat is geen kunst, dat is een makkie, dat kan iedereen. Dus daar zit eigenlijk een compliment in verstopt, dat als kunst is blijkbaar toch wel moeilijk. Hoewel sommigen ze ook zeggen, dat kan mijn kind ook, maar dan bedoelen ze weer iets anders. Dat ze vinden dat die kunst een kunstje is of een trucje is dat je kan nadoen. Maar dat is geen kunst, geeft aan dat het moeilijk is en daarom hebben jullie gelukkig ook les gekregen van meneer Goudsmit en van mevrouw Klein. Want oefening baart kunst, dat weten jullie allemaal. En je moet namelijk wel tijd investeren om tot zoiets moois te komen als wat jullie gemaakt hebben. En je leert dan dus over kunst, maar moet het dan volgens de regels van de kunst, zoals een uitdrukking ook luidt, de regels van de kunst wil zeggen, moet het zoals het hoort? Ja, en dat bracht mij wel weer even op een ander thema wat ik de afgelopen week in de krant las. Er is een handreiking voor een nieuwe taal voor de cultuursector verschenen. Want het moet namelijk een veilige, inclusieve en toegankelijke kunstsector zijn. En dat snap ik wel, maar ik ben het er ook helemaal niet mee eens. Want eigenlijk wordt daar veiligheid gesteld boven het vermijden van kwetsen. Of tenminste, dat is het vermijden van kwetsen. En dat wordt gesteld, die veiligheid, boven ja, de vrijheid van meningsuiting, zou je kunnen zeggen. Want kunst moet schuren. Kunst moet de grenzen aangeven van de vrijheid van meningsuiting, maar moet die grenzen ook altijd opzoeken. Het had natuurlijk ook weer alles te maken met inclusiviteit en diversiteit. Nou, dan wil ik Else even bedanken, want ik ben in haar kunstwerk geweest. En dat was bepaald niet inclusief. Of misschien toch weer wel, hè? Want dat is altijd het ingewikkelde met kunst. U kunt het zelf niet zo makkelijk nadoen, maar je gaat naar haar kunstwerk binnen. Je wordt door iedereen bekeken alsof je totaal mesjogge, daar ziet u iets van, alsof je totaal mesjogge of gek of afwijkend bent en er niet bij hoort en er niet bij mag zijn. Maar het mooie is, daar zou iemand dus van kunnen vinden dat het niet deugt, want het sluit je buiten, maar dat zegt misschien toch wel heel iets anders. Omdat het misschien daar iets over vertelt. En het had ook iets met iets anders te maken. Het thema was het ware aard van het wezen. Maar daar kan Els u meer over vertellen, zelfsprekend. Maar kunst moet schuren, kunst moet spannend zijn en uitdagend zijn. En uit de kunst betekent heel erg goed, voortreffelijk. Nog een spreekwoord wat ik zeker even met jullie wil delen is, kunst gaat om brood. Wie weet er eigenlijk wat dat betekent, kunst gaat om brood? Is iemand dapper genoeg om even het woord te nemen? Iedereen blijft angstvallig stil, hè? Kunst gaat om brood betekent, er is niks mee te verdienen. Jammer mensen, slecht nieuws, maar een mooie uitdrukking, hè? Kunst gaat om brood. Maar ik geloof er trouwens niks van hoor, want ik ken heel veel succesvolle oud-leerlingen die het ontzettend goed doen. En de kunst blijft lang en het leven is kort. Onthoud die ook, hè? Want wat jullie gemaakt hebben, dat gaat veel langer mee dan dat. Maar ik kwam één spreuk tegen en dat vond ik eigenlijk de allermooiste. En dat zag ik vandaag, ik had het gisteren voorbereid en ik zag het vandaag op de tentoonstelling. Want ik werd getroffen door een zin die ik tegenkwam, alleen de kunst biedt ons de mogelijkheid iets te zeggen dat we niet weten. Denk daar maar eens over na. De kunst biedt ons de mogelijkheid iets te zeggen dat we niet weten. Daarom kan er ook geen grammatica of vocabulair voor bestaan. Kun je er wel over leren, maar blijft het ook altijd vernieuwend. En heel veel van jullie hebben gekozen voor een bepaald thema. En dat thema is de ware aard van onbegrepen beesten. Dus dat onbegrepene, dat is ook weer dat niet weten. En daar word je dus ook als kunst naartoe getrokken om daar iets van te laten zien. Ik heb prachtige dingen gezien. Het wezen achter het masker, een doek, waarop een vorm is, ja, met stijfsel in elkaar gebeeldhouwd als een relief en daarop wordt geprojecteerd. Ik heb veel gezien, het was niet de lockdown, maar de stare-down. Die heeft veel mensen geïnspireerd. Ik ga afsluiten, want jullie werk is veel belangrijker dan wat ik te zeggen heb. Maar ik heb genoten van het feit dat ik weer eens in een museum mocht zijn. Ik was er nu kort. Ik ga er morgen langdurig naartoe en ik ga ervan genieten. En ik dank jullie wel en ik laat het nu aan jullie. Dankjewel, rector. De rector die gesproken heeft, de woorden die ook tijdens jullie vorige tentoonstelling veel indruk gemaakt moeten hebben. Nogmaals dank daarvoor. Ik denk dat het goed is als mevrouw Klein en ik nu een beetje rondlopend langs de verschillende werken jullie hier en daar ook zelf aan het woord laten.
Dat geldt dan met name voor de mensen die ingelogd zijn. Maar het is misschien, en ik hoop ook dat de rector ingelogd wil blijven, ook wel nog misschien een duidelijker beeld scheppen van wat er gemaakt is door jullie. We waren net al, en dat was in Elze, voel je vrij om even de woorden te spreken die je wilde spreken over jouw werk. Oké. Ja, dit is dus mijn werk. En ik probeerde ermee een soort van point of view te maken. Een soort van manier waarop de kijker, zeg maar, in de schoenen kan staan van mensen die bekeken worden. En dus een soort van hele ervaring te creëren. En niet alleen iets waar je gewoon naar kijkt, maar echt iets wat je ook hoort. En je soort van omsingelt op die manier. En toen heb ik dus dit gebouwd. En heel lang zitten kloten met allemaal beamers. Waar dit uitgekomen is. Waar op de beelden allemaal mensen te zien zijn die heel soort van, nou ja, beoordelend en judgend en heel afkeurend ook, zeg maar, naar de camera kijken. En je uitlachen en naar je wijzen en dat soort dingen. Waardoor ik dus soort van probeerde een soort idee te geven hoe het is voor mensen als mensen een zichtbare beperking hebben om door het dagelijks leven te moeten gaan en telkens bekeken moeten worden. Dat is het eigenlijk. Helder, dankjewel. Het is net even van, dat zag je ook zelf. Ik denk dat dat ook echt de bedoeling is, binnengetreden in het domein van je kunstwerk. Dus mooi ook om die kant te aanschouwen, hè, vanuit de binnenkant. Als we even lopen naar het werk van Tess. Ik heb dit echt extreem goed voorbereid, dus het komt helemaal goed. Ik had de foto gekozen als thema, want altijd als ik van die stare-downs zie, mijn broertje vindt box heel interessant, dus ik heb het wel vaker gezien. Maar ik denk dan altijd van, ze moeten zoenen, toch? Die twee mannen die tegenover elkaar staan, echt heel dicht in elkaars gezicht, die moeten gewoon zoenen. En toen ben ik er eigenlijk over gaan nadenken van, hoe beeld je dat eigenlijk uit, zeg maar, dat er een soort van lijn is tussen geweld en eigenlijk traditionele mannelijkheid en eigenlijk liefde, dus ook homoseksualiteit en dat er ook heel veel homofobie is en dat soort dingen, dat het, zeg maar, het moeilijk is voor sommige mensen om dat te aanvaarden. Dus ik wilde eigenlijk een persoon maken die er van buiten heel erg een soort van gewelddadig is, dus het is echt een bokser met de bokshandschoenen en hij staat in een bokshouding. Behalve dat hij een beetje omzakt. Maar goed. Maar van binnen is hij eigenlijk vol met liefde. Dus bloemen en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die van oudsher ook worden samengespoeld met liefde. Daarmee wilde ik eigenlijk een soort van de dualiteit laten zien tussen een soort van passie voor liefde, maar ook geweld in die zin, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn werk. Het is een helder verhaal, dankjewel. We lopen ondertussen even naar de andere bokser. Poppy, are you in the house? Ik heb gekozen voor de afbeelding als onderwerp. En bij het onderwerp dacht ik gelijk aan toxische mannelijkheid. Dat is best wel een actueel thema. En de boksers straalden dit best wel uit, naar mijn mening. Dus daarom had ik daarvoor gekozen. Ik heb voor mijn werk had ik een aantal ideeën, zoals je kan zien bij mijn proceswerk. Ik weet niet of dat staat ernaast. Ik begon met het idee om de vrouwelijke kant van een man als schaduw af te beelden. En dat zou dan voor mij staan als een kant die je onderdrukt, maar toch die altijd bij je blijft. Verder had ik bedacht dat een man zijn vrouwelijke kant onderdrukt in een doos door erop te zitten. Maar ik vond deze ideeën eigenlijk niet sterk genoeg. En ik wilde graag meer de agressie van de afbeelding weergeven in mijn eindwerk. Dus ik had gekozen om toch het belangrijkste aspect van het hoofdonderwerp erin te verwerken. Dus de bokser. En ik heb dus enkel de mannelijke kant van de bokser weergegeven en geprobeerd om met andere toevoegingen te laten zien dat hij zijn vrouwelijke kant een soort van onderdrukt.
En ik heb hem ook een blinddoek gegeven, wat een manier is om je emotie te verbergen. En deze in rood afgebeeld, omdat dit de kleur van kracht en woede is. Iets wat een bokser wil uitstralen. Voor de achtergrond heb ik een spiegel gebruikt, een kapotgeslagen spiegel. En de spiegel is een poging om zijn soort van vrouwelijke zelfbeeld te breken. Wat ik het mooie vind aan de spiegel is dat het ook een soort van zelfreflectie is voor de toeschouwer. En ik heb het lichaam van de bokser heb ik best wel gespierd en daarmee een soort van mannelijker weergegeven. En daarvoor zuivere en onzuivere kleuren gebruikt, zodat er een soort van contrast ontstaat. En ik heb verschillende manieren gebruikt ik heb verschillende verftechnieken gebruikt. Dus ik heb bijvoorbeeld het lichaam heel erg redelijk realistisch weergegeven. En de achtergrond en de blinddoek zijn meer met iets meer forsere en pasteuze kwaststreken neergezet. Zodat dat iets meer contrast en dynamiek oplevert. Heel goed, dankjewel. Loop een beetje nu mee naar het werk van Janos. Hoog op de bok van een groot narrenschip, zou ik bijna niet zeggen. Maar ja, dat is het uitgangspunt geweest van Janos. En dat is een deel ook van het gedicht. Dus het is hier een verwerking daarvan. Het is jammer dat hij het zelf even niet kan toelichten. Maar ik denk dat jullie met dit beeld wel een beetje een indruk hebben. Als Roos niet binnen is, dan denk ik dat mevrouw Klein nog wel even een korte toelichting kan geven. Nou, eerlijk gezegd niet. Nou, dat is misschien... Nee, Roos die was eigenlijk heel erg lang bezig met andere ideeën. Vrij kort voor de tentoonstelling veranderd van idee. Dus ik denk dat we zo gaan proberen nog een keer terug te komen op Roos. Om te vragen en te kijken of ze daar nog een ander concept voor heeft. Ik weet dat ze nog meer iets gedaan hebben. Op deze manier, met de weerkaatsing ook. Maar verder qua materiaalkeuze kan ik er ver op ingaan. Omdat ik het daar wel met haar over had. Maar het concept hebben we het in de laatste week niet meer over gehad. Daar kan ik moeilijk over. Maar zij is niet afgeweken van het thema? Nee, ze heeft nog wel hetzelfde thema aangehouden. Waaruit van opgegeven beesten is nog wel ook hier bij het thema. Eline, ben jij in de call? Ook hierbij is het thema, want het bruggetje is natuurlijk gauw gemaakt, de ware aard van onbegrepen beesten. En eventjes, de interpretatie interpreteer ik als wilde dieren die onbegrepen worden in hun basisbehoeften. Ik moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de vee-industrie waar geen rekening gehouden wordt met dierenwelzijn of gevangenschap van wilde dieren in dierentuinen of dolfinaria. Nou, daar ligt hij voor. Deze vissenkom met een orka daarin, als in de ingesloten beestenmarkt, zal ik maar zeggen. Zij heeft dat op deze manier vorm gegeven. De vraag of Elias in het huis is? Oh ja. Ja, ik heb op de hoogbok van het narrenschip gekozen. Ja. En ja, dat vat ik wel op als iets met trots. En toen moest ik denken aan, in Amerika heb je dit beeld van self-made man. En dit is ook een beeld daarvan, maar dat is heel erg met dat mensen zelf hard gewerkt hebben om zoveel geld te verdienen en de American Dream te leven. Maar ik vind dat idee eigenlijk altijd best wel onzin. Ook omdat je nooit echt zelf ergens komt, maar altijd met hulp van anderen. En je kunt dat niet zomaar afschrijven op jezelf. En ik heb... Ja, daarom geprobeerd om het een beetje een beeld te maken waarbij je het van andere perspectieven kunt zien. En dat dan letterlijk te nemen. Dus ja, als je dit beeld van een ander perspectief ziet,
is het gewoon iemand die een beetje aan het rust is. Terwijl aan de andere kant heeft het juist die emotie, die agressie van de self-made man. En ik heb ook geprobeerd in plaats van het heel echt te maken, juist meer die emotie en expressionisme te tonen. Dankjewel. Wij staan erg dicht bij het werk van Laura Jo, die hier in de aula aanwezig is. Dus die gaat ons vast ook een toelichting geven bij haar werk. Hoor je zeg maar 7 verschillende mensen soort van praten. Maar je hoort ze over elkaar praten, dus je hoort niet wie er praat. En dan kun je een koptelefoon opzetten en dan hoor je die verhalen apart. En het zijn dus de 7 verhalen van de 7 mensen die je in huizen ziet. Raamvertelling. Ja. Heel concreet, heel concreet even. Want het mag ook wel even gezegd worden. Dit heeft je waanzinnig veel vrouwuren gekost om te bedenken hoe de vorm constructief in elkaar moest zitten. Ja, en het ook gewoon in elkaar te zetten. En het in elkaar te zetten. Ja, nee, maar goed, het is even alsof dit is een afbeeld. Maar hier liggen de bloed, zweet en tranen liggen hier aan ten grondslag. Ik denk dat het wel goed is om dat ook even te vermelden bij dit werk. Dankjewel. Ja, we staan nu bij het werk van Robin. Robin, zou jij wat toelichting kunnen geven? Ja, maar we zien nog steeds alleen u. Dus ik kan het ook zo wel vertellen hoor, maar... Inmiddels zijn wij gered door Niels. Die zijn mobiel heeft uitgeleend. Ik heb ook voor raamvertelling gekozen. Want toen ik dat thema zag, dacht ik eigenlijk meer een beetje aan soort van... Er is meer, dus dan even door het raam te zien, dus er is meer diepte dan aan de oppervlakte eigenlijk te zien is. En wat New York speelt is natuurlijk Black Lives Matter en weet ik het wat allemaal, weet je, George Floyd. Dus toen dacht ik, daar ga ik dan wat mee doen. Want soort van, ik heb eigenlijk de mensen van nu heb ik gelinkt aan, de soort mensen van nu heb ik gelinkt aan vroeger, dus de slavernij. Want ook al is het best wel lang geleden, is het nog steeds iets wat een heel erg grote rol gewoon speelt in de identiteit van de mens van nu. Dus dat heb ik eigenlijk een beetje zo aan elkaar proberen te linken door... Oh, ik zie dat er iets los is gevallen. Maar door zeg maar soort van mensen van nu met juist dingen uit de slavernij naar boven te brengen. Om dus die identiteit of dat eigenlijk een beetje te laten zien, zeg maar zo. Dat lijkt me helemaal helder. Mevrouw Klein wel even kort iets kan zeggen over dit werk. Ik weet dat Magalie ook bezig was met de ware aard van het omgeven beestje. En ze was eigenlijk bezig met het maken van de suggestie meer van een mensfiguur dan een mensfiguur zelf. Omdat dit mensfiguur eigenlijk het onbegrepen beest, de vogel, wanhoop onbegrepen te kunnen worden. Zeg maar voor te doen als anders onbegrepen kunnen worden door een ander. De ander maar laat. Niet de bedoeling dat het 100% lijkt op een echt mensfiguur, maar voornamelijk dat het duidelijk probeert na te aanpakken. Van Chris, ben jij er? Chris, heb ik geen contact mee. Jij doet haar microfoon het niet.
Oh, dan moet Chris even iets regelen waardoor ze wel verstaanbaar is. Kan Mila in ieder geval even wat toelichting geven op haar werk? Ja, ik heb dus het onderwerp rapen en wedijver gekozen. En als eerst heb ik een stil leven van Willem Klaas als voorbeeld genomen. En dit is een 17e eeuw stil leven. En in die tijd ging het heel erg over het namaken van werk, maar dit ook verbeteren. Dus ik heb het werk geprobeerd na te maken doordat ik veel aspecten van het werk dus precies heb nagemaakt. En ik heb het ook geprobeerd te overtreffen, dus wedijveren, doordat ik moderne aspecten in het stilleven heb toegepast, zoals de computer en het mondkapje en de oortjes en zo. Dus ja, dat was het eigenlijk. Wedijver, rapen en wedijver dus. En dat rapen, dat ja. Is duidelijk, hè? Het aspect wedijver. Nou, ik heb dus met het werk gewedijverd doordat ik het werk wilde overtreffen. Juist. Van die Willem Klaas. Dus daardoor heb ik juist weer moderne aspecten erin toegevoegd. Zodat eigenlijk het contrast tussen het oude en het moderne heel goed te zien is. Precies, helder. K, ben jij... Ja, ik ben aanwezig. Mooi zo. Ik heb de ware aard van omgeving beesten gekozen. En... eerst was eigenlijk mijn bedoeling om juist een soort demonisch figuur af te beelden. Juist iets, iets gruwelijks, dat je eigenlijk heel oncomfortabel moet gaan laten voelen. En toen ben ik maar wat gaan schetsen en heb ik op een gegeven moment een soort Lucifer gemaakt. En daar kwam ik inderdaad uit. Maar toen gaf ik het vleugels en toen zag ik een heel mooi soort van vrouwenfiguur ontstaan. Met van die vleugels en alles. En toen, toen ben ik maar gewoon maar wat gaan tekenen. Omdat ja, vond ik leuk. En... toen kwam ik al snel op een soort vrouwenfiguur uit. En dat ging ik dan afbeelden. En zo ging het eigenlijk. En toen juist die moderne vrouw afbeelden juist het oude vrouwideaal van puurheid en alles wilde ik juist af gaan beelden. In plaats van juist die slechte kant, in plaats van die demonische kant. Dus ik heb juist hier de vrouw afgebeeld als een... engel, terwijl ze wordt betast door juist de demonen, in plaats van dat de demon centraal staat. En het soort bloemenveld onderaan, dat staat dan weer voor passie, want het is om uiteindelijk gewoon slecht uitgevoerde passie, die betasting. En dat was het eigenlijk al. Dus dat wilde ik afbeelden. Dat juist die moderne vrouw juist met zo moeite, terwijl ze juist zo puur is en in ieder geval dat is het idee, wordt ze juist toch van alle kanten eigenlijk belaagd door juist het slechte. En dat ja. Ja, die pure wereld, die bloemenwereld daaronder, wordt dus in feite bezoedeld door die slechte, door handjes vormgegeven vijandige wereld. Precies. Ja. Denk ik naar het werk van Alyssa. Gokkie. Ja, hoi. Hoi. Hallo. dit is mijn glas en loodwerk. Ik denk dat het beter is om het van de andere kant te filmen. Ja. Meteen op je wenken bediend. Daar gaat de camera. Bedankt. Dit is mijn werk. En ik wilde... ik had het thema... raamvertelling gekozen en daar dacht ik eigenlijk gelijk bij aan de kerk, want ik dacht eerst aan biechten, want dan vertel je door een raampje iets aan iemand. Toen dacht ik ook aan glas en lood, wat ook met de kerk te maken heeft. En toen leek het me leuk om een glas en lood voorstelling te maken met de traditionele heilige met aureolen die de christelijke kerk op hun ramen zet, maar dan andere mensen in die positie van de heilige te zetten. Die de christelijke kerk nooit daar neer zou zetten. Dus ik heb 4 panelen. Op het eerste paneel staat een lesbisch stelletje. En we weten, de kerk is niet zo heel open over homoseksualiteit. Nu misschien ietsje meer, bepaalde kerken wel. Maar ja, in het geheel niet echt. Dan daarnaast is een moslima, een
vrouw die de islam volgt. Ze heeft een Koran in haar hand. En een christelijke kerk zou niet zo snel een vrouw van een ander geloof op hun raam zetten. En al helemaal niet met de geschiedenis van kruistochten en zo. Dacht ik dat dit wel zou passen. Dan staat daarnaast een klein jongetje. En dit moest uitbeelden dat het een slachtoffer is van het misbruik van de katholieke kerk. Van alle priesters. En ik heb geprobeerd om hem heel klein en onschuldig uit te laten zien. Daarom heeft hij ook een teddybeer in zijn hand. En is hij ja, in verhouding een stuk kleiner dan alle andere figuren. En dan staat op het laatste paneel een vrouw, een heks. Die op een brandstapel staat die verbrand wordt. Omdat er dus vroeger een heksenjacht was. Die vooral werd gedaan door de christenen. Die de heidense vrouwen wilden uitroeien. En dus allemaal heksen hebben heksen, zoals ze noemden, hebben verbrand. Dus ik probeerde gewoon heel erg de aureolen die zij aan hun heiligen geven. Aan mensen te geven waarvan ik vond dat ze dat verdienden. Want al deze mensen zijn benadeeld door de kerk. En ik wilde hun dus soort van letterlijk in het zonnetje zetten. Omdat ze dus nu zo'n heilige aureool hebben gekregen. En ik denk dat dat me wel is gelukt. En dat is wat ik probeerde met mijn werk. Mooi. Goed verhaal. Duidelijk ook, denk ik. Het is geen bruggetje hè, wat ik nu ga doen. Maar ik loop toch eventjes naar het werk van Lotje. Al was het alleen al omdat er in de vurigheid dan van de verbranding van een heks naar de vurigheid van het werk van Lotje. We staan nu voor jou in epoxy gegoten werk. Ik leg daar even wat nadruk op. Dat zal in jou ongetwijfeld het licht is ook mooi geworden. Ja. Nou, vertel. Ja. Mijn thema was ook de foto die als een van de onderwerpen gegeven was. Want ik zag in die foto natuurlijk heel veel een heleboel woorden opgeschreven die ik daarbij vond passen. En veel dingen zijn natuurlijk dingen die juist met kracht te maken hebben. En moed en sterk zijn, fysiek en mentaal. Maar ik zag daarin juist ook heel erg de kwetsbaarheid die die mannen dan eigenlijk moeten voelen. Of de machteloosheid van dat moment dat je eigenlijk helemaal niks mag en kan. En toen legde ik al heel snel het bruggetje naar natuurlijk de coronacrisis die in deze tijd bezig is. Dat heel veel mensen zich ook machteloos voelen en eigenlijk geen ontsnappen hebben. En dat heb ik geprobeerd af te beelden met deze drie luik, zeg maar. Je ziet eigenlijk een man en een vrouw, in ieder geval twee personages die uit elkaar worden gedreven door een soort grote splitsing aan krantenartikelen die allemaal over corona gaan. Dat kan je vanaf hier natuurlijk niet goed zien, maar het zijn allemaal krantenkoppen over extra strenge maatregelen en dingen die actueel spelen door de coronacrisis. Je ziet ook dat alle twee de figuren heb ik gezorgd dat ze een beetje uit elkaar vallen op een of andere wijze. De vrouw, haar been begint kapot te raken en de man heeft allemaal een soort van wonden / kogelgaten. En dat is eigenlijk een beetje om weer te geven wat de coronacrisis met de mensen doet. Dus het splitst mensen op en het ontregelt mensen. Dat is het een beetje. Dankjewel. Heel even, de keuze voor epoxy. Sorry, wat zegt u? Keuze voor epoxy. Ja, dat heeft deels te maken met de glans die het natuurlijk geeft. Maar het gaf voor mij nog een extra aspect van ook van opsluiting. Het is gewoon het was een goede manier voor mij om al mijn gebruikte materialen, zeg maar, in één te krijgen. Want houtskool, dat veegt makkelijk. En dat wilde ik, dat het voor een lange tijd goed zou blijven. Ook het krantenpapier gaat natuurlijk op een gegeven moment verkleuren. En wat eigenlijk in eerste instantie niet helemaal de bedoeling was, maar wat
nou, eigenlijk best wel logisch is en uiteindelijk ook heel mooi heeft uitgepakt, is dat het krantenpapier dus natuurlijk gaat doorschijnen als je dat epoxy eroverheen giet. Maar dat heeft voor mijn werk juist echt een heel gaaf effect gegeven. En daar ben ik ook zeer tevreden mee. Dus ja, het is nu ingebakend voor een lange tijd. En dat is ook wat ik mooi vind aan het epoxy. Zeker. Dankjewel voor je toelichting. Bas, misschien is het goed als jij even een toelichting wil geven. Ja, nou, ik heb bij dit werk gekozen ook voor het thema de ware aard van onbegrepen beesten. Ik moest bij dat thema al gelijk denken aan de mens eigenlijk. Want in mijn opvatting zijn wij voor onszelf eigenlijk de meest onbegrijpelijke beesten die er zijn, omdat we onszelf niet eens meer zien als beesten. En dat is eigenlijk de kern van dit werk. Dus volgens mij heeft de mens de neiging en begint ook steeds meer zichzelf te verwijderen van de natuur. Eigenlijk alsof we daaraan voorbij gaan, wat helemaal niet zo is. Dus het is een soort leugen. En daarom heb ik gekozen voor een masker. Een soort extravagante verbeelding dat zeg maar symbool staat voor hoe de mens zich voordoet. En om het contrast te laten zien tussen dat en de realiteit heb ik ook een element toegevoegd dat de drager van het werk laat zien. Eerst was ik van plan dat een hele verschijning te maken, maar heb ik gewoon een klauw gemaakt. Maar ik vind ook juist alleen de focus leggen op de klauw geeft de drager een wat gierig karakter, wat ik wel goed vind passen. En ook de kleuren geven het contrast extra weer. Het masker is echt een soort explosie van kleur, terwijl de klauw is donker en zonder echt variatie. En tijdens het proces kwam ik door al die kleuren van het masker ook op een nieuw gedachtenspoor, namelijk dit kan lijken op een soort LSD-effect of een soort glitch-achtig effect. En ik kan het meer technologisch of meer futuristisch maken. Dus dat zou verwijzen naar de technologie. Wat de mens ook gebruikt om zichzelf nog verder te verwijderen van de natuur. Maar daar heb ik uiteindelijk weinig mee gedaan. Maar wat ik heb meegemaakt in dit proces meerdere keren is dat iets dat net anders uitpakte dan verwacht. Dat gebeurde wel eens, maar het draagt gelijk iets bij. En wekt nieuwe ideeën op. Wat je meer doet denken. Dus ja, dat was het. Een heel mooi, bijna poëtisch verhaal. Dankjewel, Bas. Hi, ik ben Annabel, leerling aan het Amsterdam Museum. En als eindexamenproject heb ik gekozen voor het onderwerp raamvertelling. Toen ik mijn mindmap ging maken, kwam ik meteen uit op dat ik heel veel woorden wat te maken had met verborgen. En hoe verberg je nou beter iets als in een 3D-plaatje? We gaan kijken naar mentale gezondheid. Want mentale gezondheid is iets wat in deze quarantaine natuurlijk een groot aandachtspunt is geworden. En toen ben ik dus gaan kijken naar verborgen emoties. En hoe makkelijk is het nou om online, op Microsoft Teams, op maakt niet uit wat, Instagram, Snapchat, je eigen gevoelens en hoe naar iemand zich voelt, dat kan je zo makkelijk verbergen door gewoon een hey, het gaat wel oké met mij, te sturen. En eigenlijk komt dus door social media, wordt iedereen een bril opgezet, waardoor je eigenlijk niet de realiteit ziet. En wanneer je de bril afzet, dan zie je opeens de bittere werkelijkheid. En dat is eigenlijk wat ik wil gaan laten zien in mijn beeld. Kom maar weer even kijken. Dat wanneer je met een rode bril ergens naar kijkt, dan lijkt alles gewoon heel goed. Maar wanneer je hem afzet, dan is iemand aan het huilen. En dat is precies wat ik wou gaan doen met mijn werk. Ik wou de emoties van een persoon verbergen. En wanneer je de bril afzet, dan opeens zie je de ware emoties. Eigenlijk dus de boodschap en de gedachte achter mijn werk is dat mensen zich moeten realiseren dat het leven wat je ziet op social media, van social media influencers en ook van je eigen vrienden, dat helemaal niet zo kan zijn als dat iemand laat zien op internet. En dat eigenlijk iedereen de rode bril af zou moeten doen en zou moeten kijken hoe het echt met iemand gaat. En ook mensen moeten beseffen dat het internet, dat helemaal niet werkelijk waarheidsgetrouw en werkelijk is. Ik denk niet dat Alou in het huis is. Ja, dat tweedimensionaal niet altijd hoeft te betekenen, tekenen, schilderen, dat het ook 3D kan zijn. Maar dat het ook bewegend beeld kan zijn, is bij ook weer de ware aard van onbegrepen beesten. Maar dan nu in een stop-motion-achtige filmversie.
gemaakt door Alou, die daar op haar manier vorm aan heeft gegeven. Dus het thema is nu meerdere keren voorbij gekomen, maar dit is toch weer een geheel andere variant daarvoor. En er wordt nog eventjes gekeken naar, dit zijn natuurlijk alle stils die er aan vooraf gegaan zijn en nodig geweest zijn om het beeld bewegend te krijgen. Ja, we staan, je kunt een halve draai maken en dan staan we eigenlijk in het werk van Charlotte. Charlotte, ben jij er? Ik denk het niet. Ja, ik ben er. Ja, ze is er. Mooi, dan even kort. Zou jij eventjes je werk ook willen toelichten? Ik heb ook voor de ware aard van omgeving bezig gekozen. En ik had het eigenlijk een soort van opgevat als bijvoorbeeld mensen die een hele heftige mentale stoornis hebben of zo. Dat die eigenlijk vaak worden weggezet als daar valt toch niet mee te praten of zo. Of je kan toch niet begrijpen wat ze zeggen of zo. Terwijl diegene van binnen dus eigenlijk gewoon heel erg onbegrepen kan voelen, aangezien die zichzelf niet goed kan uiten. En met mijn werk wilde ik zeg maar een soort van de pijn weergeven wat misschien iemand kan doen. En zeker als bijvoorbeeld iemand vroeger misschien een soort van wel meer in staat was om zichzelf te kunnen uiten. En naarmate iemand ouder wordt, dat hij steeds zeg maar minder daartoe in staat is. Dat eigenlijk alle herinneringen van je jeugd en weet ik wat zeg maar gewoon kunnen vervagen. Tot je eigenlijk gewoon als een soort leeg iets wordt gezien. Dat is een beetje het concept ervan ongeveer. Duidelijk. Duidelijk verhaal. Kunnen we weer een kwart draai maken? En dan hoop ik dat Nina aanwezig is om bij haar mozaïek iets uit te lichten. Mooi. Fijn. Zou jij iets willen vertellen? Ja, dat kan ik doen. Ik heb dus ook het thema raamvertelling gebruikt. Ik kwam net zoals Alisa ook een beetje op het kerkelijke glas-in-rood-achtige dame. Maar ik kwam hem juist uit op mozaïeken, omdat je dat ook best wel vaak in kerken ziet. En ook omdat mijn tante die maakt mozaïeken, ze heeft een bedrijf daarvoor. Dus ik kwam daar best wel vaak ook terug de laatste jaren, maar ik heb eindelijk besloten om er iets mee te doen. Maar omdat ik ook een beetje terugkwam op het kerken, kwam ik voor mezelf ook een beetje terug op dat ik zelf soms moeite heb met geloof. En of ik geloof nou, of ik wel echt iets geloof of niet. Want mijn familie die is dus katholiek. En ik heb er altijd een beetje tussen gezeten van wat wil ik nou eigenlijk geloven. Dus het naam van mijn werk is ook I Am Her Masterpiece. Het lijkt op een stukje uit de Bijbel. Dat is I am his masterpiece. Maar ik heb het veranderd naar her, omdat het nog steeds mijn werk is. Nu heb ik de mozaïek besloten te baseren op een aantal stukjes uit de Bijbel. Die ik zelf heel mooi vond, die mij inspireerden, mij aantrokken eigenlijk juist meer naar het geloof zelf. En die heb ik dus uitgebeeld in een mozaïek. Dus je ziet bijvoorbeeld, gebaseerd op Faith Can Move Mountains, zie je een berg. En he counts the stars and calls them all by name. Je ziet één ster. Ik had er wel meer willen maken, maar ik had niet genoeg geel aan steentjes. En mightier than the waves of the sea is his love for you. Zie je de golven rechtsonder. En bovenaan heb ik een van mijn favoriete quotes die ik tegen ben gekomen. She is clothed with strength and dignity and she laughs without fear. Ik vond dit eigenlijk heel mooi. Dit liet wel echt zien van wat ik geloof, wat voor mij faith of geloof is. Het is niet per se wat er in de Bijbel staat of zo. Dus dat is wat ik heb gemaakt. Dank je.
prachtig, ja, ik zou bijna zeggen beeldverhaal, hè? In een raamvertelling. Hè? Want dat is, zo voelt het in ieder geval wel, omdat het zo beeldend is. Dankjewel bij het werk van Aileen. Ik had dit werk gemaakt aan de hand van de foto van Badr en Rico. En ik heb dat gelinkt aan eigenlijk een soort van tweestrijd wat er altijd in het leven is en wat voor iedereen een rol speelt. Waarbij ik met dit kunstwerk eigenlijk heb duidelijk gemaakt dat er altijd in het leven een soort van goed en kwaad is. En dat het leven daarbij niet altijd heel makkelijk is voor iedereen. En die twee begrippen die hangen met elkaar samen. Dus dat zie je ook dat ze elkaar zeg maar wel zeg maar naar elkaar kijken en vasthouden. Maar is het eigenlijk ook een grote tweestrijd. Omdat je in het leven dus toch wel afvraagt. Net zoals waar alle filosofen eigenlijk over denken. Over wat is nou goed en wat is nou slecht. En dat speelt voor iedereen een rol altijd al, zelfs voor de eerste mens op aarde. Waardoor dit een onderwerp is wat voor iedereen van belang is en niet alleen voor een bepaalde groep. Wat ik dus juist wel leuk vond om te doen. Dus kan je ook wel zeggen dat het voor iedereen in de lucht hangt, wat het dus ook nu doet. En daarbij speelt de kleurgebruik best wel een grote rol. Aangezien ik aan de ene kant, als je ze nu ziet, rood en blauw heb gebruikt. En rood staat toch meer voor dat oorlogen en strijdlustige. En het blauwe staat toch meer voor loyaliteit en vertrouwen. Wat dus ook wel een best wel erge tweestrijd is. En aan de andere kant zie je zwart en wit. Wat ook altijd al het tegenovergestelde van elkaar is. Waardoor je dan ook nog eens het tegenovergestelde hebt van de kleur en van de niet-kleur. En dat hangt dan samen met het goede en kwade. Een scherp en goed in letters gestoken verhaal. Dank je, Aileen. Ja. Duidelijk. Dit werk van Amelia. Yes, ik vind het wel een interessante contrast met het werk van Aileen. Want we hebben een beetje een vergelijkbaar onderwerp. Maar ik vind mijn interpretatie ervan toch wat anders. Nou ja, ik heb dus de ware aard van onbegrepen beesten gekozen. En in het bijzonder de engel heb ik gebruikt als symbool voor eigenlijk het hele goddelijke. En ook het geloof, zoals een beetje Nina al vertelde. Zoals je ziet heeft ze twee attributen vast. Een zwaard en een weegschaal. En die staan in de fik. De zwaard en de weegschaal staan symbool voor ja, gerechtigheid en justitie een beetje. En het vuur symboliseert het verval ervan. Oftewel de twijfel daaraan. Wat ik wel heel interessant vond is dat meneer Van Veen dat ook zei. Van de twijfel. Want dat past heel goed bij wat ik heb gemaakt. En ja, tegelijkertijd is dit ook een subtiele, het vuur een subtiele verwijzing naar de hel. Wat voor een felle contrast zorgt tussen het goddelijke en de hel en hemel en hel en dat soort dingen. En wat eigenlijk de kern van dit werk verzorgt is de dynamiek tussen goed en kwaad. Oftewel hemel en hel. En hoe bepalend het geloof nog steeds is voor onze opvattingen over wat goed en wat slecht is. En in dit werk uit ik mijn twijfel hieraan vooral. En eigenlijk ook ja, nog meer mijn twijfel aan gerechtigheid in zichzelf. En hoe erg goed en kwaad soort van... Ja, hoe het bestaan van goed en kwaad een beetje twijfelachtig is voor mij. En dat is vooral wat ik probeer te uiten hieraan. Duidelijk. Ja. En ja, in die zin mooi complementair aan inderdaad het werk van Aileen. En goed dat je daar even naar verwezen hebt. Ook nog met een kleine verwijzing naar het werk van Nina, die we daarvoor nog even bespraken. Ja. Maar zover zijn we nu. Dank je. We kunnen misschien inderdaad deels nu, ja, die schijnt zover te zijn. Ja, de maestro. We krijgen nu een toelichting. En dat betekent dat we even de heiligste der heiligen naar binnen treden. En ja, dit is het meesterwerk. Steek van Wal, Niels. Ja, nou ja, ik had het thema... De ware aard van de onbegrepen beesten. Hier heb ik veel over nagedacht van hoe je dat kan interpreteren. En ik ben er uiteindelijk naar gegaan van wat weten we nou eigenlijk? Hier kennen we heel weinig van. En ben ik geïnspireerd door diepzeedieren. En met dit werk wou ik
visualiseren hoe weinig wij eigenlijk weten van heel veel dingen bij op onze aarde en van dieren. Dit ziet er misschien uit als een soort raar alien-achtig ding. Als je bijvoorbeeld een stoel ziet met dit ding. Dit is een soort beeld van een rariteitenkabinet. Maar het is een echt bestaand beeld. Zo zie je hier een plaatje staan onder het werk. Met alle biologische gegevens van het beest. Omdat dit is een echt dier. Maar als je nu kijkt naar het beest zelf. Weten wij eigenlijk vrij weinig hierover. En zouden wij geen idee hebben dat dit beest, zoals je die hier ziet, wel echt is. Maar dit is een model ervan. Want in het echt is dit beest 2 centimeter. Maar als ik dat jou niet had verteld, zou je nooit hebben bedacht dat dit niet op deze schaal zou zijn. En daarmee wil ik visualiseren hoe weinig wij eigenlijk weten van de natuur en hoeveel onbegrepen beesten er nou eigenlijk zijn. En dan heb ik hier nog even een leuke video van deze beesten in het echt, dat je ook ziet hoe ze in het echt zijn. In het echt, je hebt een paar soorten. Sommige hebben een langere staart zoals deze. En dit zijn dus gewoon hele kleine beestjes die jagen op plankton en van die mini-krevens. Diepzee. Ja, nou, dat valt dus mee. Dat dacht ik eerst ook. Ja. Maar ze blijken op ongeveer 500 meter te leven. Dus daar is het wel pikdonker. Halve kilometer. Ja. Maar het is niet zo'n diepzeetrog. Nee, dat niet. Nou ja. Dat... En dan heb ik nog misschien dat je één keer... Want dit heeft heel veel proces ingezeten. Omdat we eerst een beeld hebben moeten maken. Ik een beeld heb moeten maken hiervan. Daar heb ik toen een buitenmal van moeten maken. Die zo klein mogelijk was. Zodat we niet 20 liter siliconen nodig hebben. Omdat we daar niet zo heel veel van hadden. Daarna heb ik daar een siliconen mal van gemaakt. En die hebben we uiteindelijk vergoten met de epoxy. Zodat je het werk krijgt zoals hij hier is. Maar dit is 1 keer fout gegaan. Waarbij we het fout hadden gemixt. Waardoor het zacht bleef. Vandaar de stulp met het eerste. En dit is een soort gevonden fossiel dat daarna op sterk water is gezet. Dat moet dat uitbeelden. En het tweede werk is niet helemaal gevuld, waardoor die afgewerkt is als een fossiel. Zodat het epoxydeel staat voor het fossiel wat gevonden is. En de kleine bruine kleuren van wat je hier ziet, als de afwerking van degene die het heeft gevonden, het fossiel. Om te laten zien hoe het beest in het echt eruit zou hebben gezien. Nou ja, dat is het wel. Wij zijn een beetje stil. Ja. Maar goed, dat is misschien ook ik wel. Ik denk terecht. Dat dat best was. Ik zou even willen weten of Stella in het huis is. Ja, ik ben er. Ja, dat is fijn. We staan nu voor jouw werk. En het sluit enigszins aan bij het werk van Niels. Maar dat is puur toeval. Maar misschien dat je zelf het beste hier het verhaal bij kunt vertellen. Ja. Nou, ik had dus het thema ook de ware aard van onbegrepen beesten. En ik heb het vrij letterlijk ook genomen. Want ik moest al vrij snel denken aan dinosaurussen. Want dinosaurussen, vind ik, zijn best wel onbegrepen. Veel mensen denken dat het reptielen waren. Maar eigenlijk zijn ze veel dichter verwant met vogels. En veel daarvan hadden ook veertjes. Dus daarom had ik ervoor gekozen om een kraai en in spiegelbeeld een Archaeopteryx, die duidelijk veertjes heeft, af te beelden. Want dit is een iconisch beeld, dit fossiel van de Archaeopteryx. En het heeft duidelijk veertjes. Dus Nou, dat beeld, daar laat je ons mee achter. En ik denk ook terecht, want dat is het meest heldere verhaal dat verteld kan worden over de Archaeopteryx. Isabella, ben jij ook in de call? Isabel? Ja, ik ben er. Ja, juist. Ik ben er. Mooi. Ook ik heb de ware aard van het onbegrepen wezen gekozen als thema.
En ik heb het denk ik uit mijn eerste uitgangspunt. Ik heb het aan heel veel dingen, thema's toegepast. Maar mijn uitgangspunt was eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Want ik deed vorig jaar nog een dansopleiding. Maar heel vaak was ik dan... dan wou ik wel voluit dansen. En dan wou ik wel alles geven. Maar zeker zoiets als dansen, dat kan... heel kwetsbaar zijn. Of je jezelf helemaal openstelt. En daardoor verberg je soms een beetje. Achter, ja, je zou het een masker kunnen noemen. En daar heb ik uiteindelijk mijn werk ook op gebaseerd. Omdat het ook nog op andere dingen toespeelt. Bijvoorbeeld mensen met dyslexie of ADHD. Die worden soms niet goed begrepen. Omdat het van binnen allemaal net even anders werkt. En daar heb ik ook mijn werk op gebaseerd. Je hebt het doek wat ik heb gemaakt met textielharder. Hier zit de vorm van een baspop in. Deze pop is juist statisch. En het geeft eigenlijk het masker weer. Hoe je jezelf voordoet of waar je je achter verbergt. En de video waarin ik zelf dans. Ik dans ook omdat het uit mijn eerste uitgangspunt komt van... Dat ik me daar soms kwetsbaar voelde. Ja, daarvoor dans ik. En dat geeft dan het binnenste weer. Wat je eigenlijk wil laten zien. Of eigenlijk wil dat mensen begrijpen, maar niet lukt. Duidelijke verhaal. Waarbij je even goed hebt geïllustreerd dat het beeld wat je hier laat zien. Dat het die... absolute driedimensionaliteit heeft in een hele bijzondere combinatie met de film projectie. Van jou, niet precies, van jouw dans. Dankjewel. Het werk van Marieke, dat helaas niet toegelicht wordt, maar dat je toch even in beeld kunt brengen. Net als de vorige keer, ja, mensen die het werk van Marieke de vorige keer gezien hebben. Marieke is heel erg bezig altijd met texturen, structuren. En dat is ook goed te zien in haar proceswerk. En nu ook weer in dit werk, dat uiteindelijk dit brein eigenlijk als een soort eindwerk heeft opgeleverd. Het is misschien ook goed om heel eventjes een blik te werpen op de... studies die ze gemaakt heeft van bijvoorbeeld het prikkeldraad dat ook nog in de hersenen drukt en dan, nou goed, nogmaals het eindbeeld. Ja, terwijl nog even de camera gericht is op dat werk, stap ik even naar een ander werk. Sas, ja, is er. Ja. U staat op dit moment wel de achterkant te filmen van het werk. Zonder enige ironie uitgesproken. Ja, nu. Sorry. Ja, nu dit is mijn werk. Mijn werk dat heet Mijn Oude Nieuwe Wereld. En in dit werk heb ik eigenlijk met verschillende materialen geprobeerd om weer te geven hoe mensen door meer dan slechts alleen hun DNA gevormd worden. En daarbij heb ik eigenlijk mijn eigen leven als middelpunt genomen. Ik ben namelijk op 26 maart ben ik 18 geworden. En op 26 maart ben ik ook verhuisd uit mijn ouderlijk huis waar ik dus... 18 jaar heb gewoond, eigenlijk mijn hele jeugd. En daarbij heb ik dus gelet bij ja, hoe eigenlijk verschillende dingen mij daarbij hebben gevormd. Want niet alleen nature, dus bijvoorbeeld het DNA, maar ook nurture die vormen de mens. Namelijk verschillende mensen om je heen. Ook wordt een mens gevormd door materiële zaken. Ik heb dan bij mijzelf dus... ik ben zelf gevormd door bijvoorbeeld speelgoed, maar ook door het nieuwe huis waar ik nu in woon en mijn oude huis. En de materialen die ik gekozen heb, die laten ook zien wat een mens allemaal kan maken tot de personen die ze
zijn en die ze ook kunnen worden. Ja, de materialen die ik heb gebruikt, die hebben ook vaak een symbolische betekenis. Mijn voorkeur die ging uit naar flexibele materialen zoals wol en visdraad, omdat deze net zo flexibel zijn als de vorming van de mens zelf. En juist de dekglaasjes die ook op de achterkant te zien zijn, daar vond ik het bijvoorbeeld wat moeilijker om mee te werken. Aangezien glas eigenlijk, als je het niet warm maakt, nauwelijks flexibiliteit bevat. Maar het is ook wel weer heel kenmerkend voor het DNA het DNA dat zichtbaar is via het dekglaasje. Want dat is namelijk ook heel moeilijk te bewerken. Ik heb dit werk gemaakt binnen het thema raamvertelling. Dit woord deed mij namelijk denken aan een raam zelf. Want bij een raam dan kan je van binnen naar buiten kijken en dan zie je de buitenwereld. Maar je kan ook van buiten naar binnen kijken. En dan kijk je bij jezelf of bij een ander naar binnen. En wanneer je bij jezelf naar binnen kijkt, dan kijk je terug op wat jou heeft gemaakt tot de mens die je nu, dat je nu bent. Daarbij zijn bij mij in ieder geval de kernwoorden licht, verbinding, overstijging, speelgoed, vreugde, gezelligheid, vernieuwing, verhuizing en het allerbelangrijkste, mensen en mensen zelf. Het werk Mijn Oude Nieuwe Wereld, dat is eigenlijk voor mij de ode aan het menselijk bestaan, die zowel nostalgie oproept naar het verleden, maar ook in zekere zin een verlangen naar het nu en de toekomst. Dus ja, dat is mijn verhaal. Een prachtig holistisch verhaal over de raamvertelling, of het is de raamvertelling. Dankjewel. Eva is niet in de call, maar ik laat toch even dit werk zien. Ik denk dat het alleen maar goed is om het even in beeld te brengen. Die vooral geïnspireerd is door uiteraard het mag niet tot allerlei verraste constateringen leiden. Dit is natuurlijk wel geïnspireerd door Jackson Pollock. Een shotje van het werk van Michiel hebben die natuurlijk rapen en wedijver als thema had. Nou, lijkt vrij duidelijk op een bekende Noor die dat werk gemaakt heeft, maar er is natuurlijk ook wel weer, net als bij het werk van Mila bijvoorbeeld, sprake van een, mag je misschien zeggen, variatie of emulatie, overtreffen in dit geval. Nou goed, het is geen trigger voor Michiel om in de call te verschijnen en zijn werk toe te lichten in ieder geval. Wij lopen ondertussen inderdaad even naar het werk van Evie, die ja, die het slot zal vormen van ons rondje langs alle eindexamenwerken. Dus de camera zal even gericht zijn op jouw werk, Evie. En dan kun jij ook nog jouw werk even toelichten. Ik heb het onderwerp raamvertelling gekozen. En mijn zoektocht naar mijn werk begon eigenlijk bij de kunst die ik had gezien, ik denk dat dat wel echt al een paar maanden geleden is, want we zijn natuurlijk ook al een tijdje met dit werk bezig. Maar ik had een werk van James Turrell gezien. En dat is een kunstenaar, dat zie je tussen de plaatjes. Die maakt een soort licht, aureoolachtige dingen die heel sfeerbepalend zijn. En een beetje een gevoel, heel erg een gevoelswerk eigenlijk, maar ze zijn wel heel abstract. En ik heb deze afgelopen 6 jaar eigenlijk altijd bij tekenen heel veel plezier gehad in niet abstracte dingen maken. En ik heb altijd vaak veel
gezichten gemaakt of handen of ogen. Maar ik heb nooit eigenlijk een abstract werk gemaakt. Dus ik wist dat ik dit eindwerk moest afsluiten met een knaller en iets nieuws. Dus ik heb ervoor gekozen om daarom iets te doen wat ik nog nooit had gedaan. En dat is ja, eigenlijk een abstract werk. En na zo'n jaar met corona en zo dacht ik, kan je het wel weer heel zielig gaan maken. Maar ik vind het dan leuker om eigenlijk een soort blije en een beetje misschien een vragende blik bij mensen te roepen bij mijn werk. Dat ze misschien een leuk gevoel erbij krijgen of dat ze geïntrigeerd raken of oh, hoe werkt dit? In plaats van dat, ik vind niet, dat neemt niet weg van alle mensen die een hele mooie emotionele boodschap hebben hoor. Maar ik dacht, ja, mijn werk mag een keer ook wel eens wat lichter zijn. Dus vandaar dat ik eigenlijk voor dit kleurgebruik heb gekozen en voor het, ja, gewoon voor deze compositie eigenlijk ook. En er gebeurt best wel veel namelijk, zoals jullie kunnen zien. Ik heb ervoor gekozen om raamvertelling te kiezen, dat en best wel breed is, want je kan, zoals we al hebben gemerkt, alle kanten op daarmee. Maar ik vond het dan wel vet om, ja, bij raamvertelling had ik eigenlijk iets in mijn hoofd dat je dingen met meer lagen zag, dus als een raam. En dat zie je bij dit werk, heb ik een soort van eigenlijk een gedeconstrueerd werk. Dus je hebt de lijst, de passepartout en het werk zelf is dus los van elkaar gezet. Zoals je nu ook kan zien op het filmpje. En daartussen heb ik dan spiegels, reflecterende spiegeltjes en op de lijst geplakt eigenlijk. Om de raamvertelling nog een extra dimensie te geven. Dus of dit nou 3 of 4D is, dat mag iedereen zelf invullen van mij. Maar ik ben gewoon geïnspireerd geraakt eigenlijk door James Turrell. En daarna heb ik het in een raamvertelling mijn draai eraan gegeven. En heb ik dus ook nog 3 optische illusies daarin gemaakt. Met hoe noem je dat? Rondjes-achtige dingen. De op-art, ja. Ja, dit. Ja, de optische, de op-art heb ik er ook nog in verwerkt. En ik denk dat mijn missie van mensen een misschien blij en intrigerende blik geven of een gevoel bij dit werk, denk ik, wel is gelukt. Dus ja, dat was het eigenlijk wel. Nou, dankjewel. Een mooie finale, denk ik, aan de expositie met dit werk. Het barst, het explodeert als het ware. Open naar een wat blijer einde dan we tot nog toe hebben mogen beleven. Dus laat het vooral zo zijn dat jullie eindexamen expositie het begin is van een heel mooi nieuw begin, zal ik maar zeggen. Nieuw jaar. Dankjewel. Ja, wij zijn rond en we hebben een aantal werken helaas niet toegelicht kunnen krijgen omdat mensen niet in de call zaten. Nou, dat is dan jammer. Het is ook wel handig als je er wel in gezeten hebt, want dan weet je ook een beetje wat ons verhaal zal zijn wanneer de tweede corrector om toelichting vraagt. Hè. Die wil ook wel graag weten van, oké, dit staat nu bijvoorbeeld in je procesbeschrijving. Dat staat in je dummy, maar wellicht dat er nog een extra toelichting mogelijk is. Nou, dan is dit verhaaltje is daar natuurlijk heel nuttig bij morgen. Ik wens iedereen in ieder geval heel erg veel succes. Na morgen zal nog niet bekend zijn wat je cijfer is. Dat mogen we pas echt op het moment dat alle examencijfers worden doorgegeven. Je weet, dat is op de dag dat de examens geslaagd of niet geslaagd bekend worden. Dat is even de afsluiting. En dan wens ik iedereen verder nog een prettige avond. Tot ziens. Tot ziens. Dankjewel allemaal voor de informatie. Tot ziens. Dag. Dankjewel. Tot ziens. Dag, dag. Tot ziens. Succes met examens trouwens, by the way. Bedankt, meneer.